kwam ik erachter dat de jonge wijk Brandenburg eigenlijk helemaal niet zo jong is. We staan midden op een nederzetting uit de Romeinse tijd. Daar is natuurlijk niks meer van te zien, want het is bijna 2000 jaar geleden. Maar voordat het hier gebouwd is, hebben we hier opgravingen kunnen uitvoeren. En daar kwamen de sporen uit de Romeinse tijd weer naar voren. Er stonden meer dan 28 boerderijen met bijgebouwen en waterputten. En we hebben helaas niet alles kunnen opgraven, want onder de woningen aan Vliegenbergdonk lagen nog veel meer huizen. Ja, er is heel veel gevonden. Aardewerk, metaalvondsten zijn een aantal gedaan, glaswerk is er gevonden. Maar een aantal heel bijzondere dingen zijn bijvoorbeeld, in een waterput stond nog een stukje van een houten laddertje. Op de bodem. Een adlallertje van bijna 2000 jaar oud. En een ander opmerkelijke ding is, bijvoorbeeld in een andere waterput kwam een leren schoen tevoorschijn. Met de afdruk van de voet van de Romein die hem gedragen heeft zelfs. Dus dat brengt je heel dicht bij de mensen van vroeger. Ja. Hoe is dat gevoel als je zoiets vindt? Wat voor kick geeft dat? Ja, het is natuurlijk heel bijzonder dat je als eerste erbij bent om na zoveel tijd, zeg maar, duizenden jaren dingen terug te vinden van mensen die hier ook ooit geleefd hebben. Hè? Dat is echt een heel bijzonder gevoel. En tegelijkertijd geeft dat voor mij ook wel de druk, de verantwoordelijkheid om die ervaring, maar ook de wat we daaruit geleerd hebben, om dat weer door te geven aan de inwoners van nu, maar ook aan de mensen, de volgende generatie, zeg maar. En is daarom ook de speeltuin gerealiseerd? Ja, precies. Ja. Juist die speeltuin is een mooie aanleiding om juist jonge mensen de gevoel van iets opgraven mee te geven. En op ontdekking te gaan naar de betekenis van wat je dan in die bodem vindt. Wat voor speeltoestellen zijn er dan die echt te maken hebben met die vondsten die gedaan zijn? Ja, we hebben hier als het ware bij de ingang van de speelplek hebben we twee Romeinse krijgers staan. Twee legionairsoldaten die zijn uitgezaagd uit boomstammen die hier in Brandenburg ooit opgegroeid zijn. Die boomstammen die zijn dus tot beeld uitgezaagd. Er zijn bankjes geplaatst, houten bankjes, met daarin de afbeeldingen van keizers die we gevonden hebben op Romeinse munten. En het jaartal in Romeinse cijfers. En Romeinse cijfers is een manier van tellen die na 2000 jaar nog altijd door ons ook nog gelezen kan worden. En een stukje verderop ligt ook een grote boomstam met daarin 5 kevers die uitgezaagd zijn uit het hout. Ja. Hey, hier heb je ook een schep. Kijk, tadaa!